satisfying moment. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom in een nieuwe video van Farming Simulator 2019. De vorige video was super goed ontvangen. Ik heb ook gezien dat heel veel mensen boer zijn, dat heel veel mensen dit spel spelen. Dus daarom ga ik aan jullie vragen, zullen we een server starten? Zullen we dat doen? Laat een like achter, we gaan voor de 4000 likes. En dan ga ik een server starten. Ik heb ook mensen gezien die vragen om het stuurwiel. Dat ga ik ook nog wel een keertje doen. We gaan van alles nog doen. Ik heb ook heel veel tips gezien. Sorry als ik sommige tips niet zeg maar toepas in de game. Want sommige mensen zeggen New Holland is goed. Sommigen zeggen Valtra is goed. Maar kijk, ik ben geen expert. Ik ben geen boer. Ik heb alleen 20 minuten gespeeld. Farming Simulator 13. Dus laat me gewoon maar een gangetje gaan. Ik vind het gewoon geinig om te spelen. Let's continue. We gaan lekker door. Oh, ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het echt superleuk. Vandaag gaan we het land seeden. En nu moet hij laden. Hey, ik heb trouwens ook een mod geïnstalleerd waar je letterlijk een huis voor je tractoren hebt. Sommige mensen zeiden dat het tracker moest zijn. Een draker. Nee, maar ik heb dus iets gedownload. Even kijken. Farmhouses. Oh, het is er niet. Dat is letterlijk dit, maar dan dicht. Met een garagedeur. En dan super groot. Maar ik weet niet waar het is. Ja, de vorige keer hadden we natuurlijk een cedar gekocht. Even kijken, hier zijn de sunflowers. Hier weer dus een cedar. Maar ik heb ook gehoord dat mensen zeggen dat ik een farmhouse moet bouwen. Want dan kan je slapen. Maar het is nog geen nacht. Maar als het goed is, kan je ook de speed veranderen van de in-game time. But I don't know waar. Dit is natuurlijk al geharvest. Maar ik wil even een doghouse plaatsen. Krijg je ook echt een hond erbij? Ik denk dat we dit gewoon hier doen. Lekker huisje. Hoe rotate je ook weer? Oh, zo. Ik zie een hondenbakkie. Komt er een hond bij? Want je kan wel dieren kopen. Oké, boeien. We plaatsen hem gewoon. Er zit een hond bij. Er zit een hond bij. Er zit een flipping hond bij. Yo, ik ben je aan het feeden. Yo, pet. Oké, zeggen we de comments welke naam ik moet geven. Yo, kan ik deze tennisbal oppakken? Throw. Haal hem op. Oké, heeft hij geen zin in. Hij loopt er gewoon dwars doorheen. Hier, nog meer eten. Wij moeten eventjes gaan werken. Zo. Ja. We gaan dus nu seeden. En we hebben hier dus weeds in zitten. Ik weet niet of weeds het slimste is. Maar dat doe ik gewoon. Even de frontliften naar beneden. Want het triggert mij een beetje. Ik heb ook gehoord. Dat wist ik al, maar dat vond ik gewoon geinig. Dit apparaat vullen als je ernaast gaat staan. Naast die dozen. Maar ik heb ook gehoord dat heel veel mensen van jullie dit spel spelen. Dus dat is al heel vet. We gaan eventjes kijken naar de seeder. Hier liggen we allemaal van dat straw. Ik weet niet of dat weg moet, maar ja. Ik zit een beetje scheef. Zo. Oké, we moeten iets meer hierheen. Moeten we alles seeden? Zo. Oké, ja, zo gaat het denk ik wel. Cruise control, doe maar 13. Let's go. Ik weet niet of ik het op deze manier goed doe. Even kijken. Gaat hij doen? Hij doet het. Ik weet niet eens of dit de slimste manier is. Maar ik vind het gewoon satisfying. Kijk, het gaat gewoon weg. Holy flipping moly. Even een worker hiren. Nee. Oh. Kijk, hij plouwt het ook meteen volgens mij. Hey, je skipt de helft. Je skipt letterlijk de helft met zaden. Niets plowing staat er. Dude, die worker heeft het echt helemaal verpest. Kijk, nu heb ik een stukje land geskipt en nu is bij de helft niet eens meer gezaaid. Dat vind ik niet zo leuk. Hierna moet ik dit weer opnieuw doen. Oh, oh. Ah, verschrikkelijk. V, lower, B. Zo. Yes. Oh, daar mis ik een stukje. Dat triggert mij altijd zo, hè. Oh ja, daar mis je dan ook weer een stukje. Holy damn, holy damn. Wat gebeurde daar? Zag je die tractor? Turn on lower cruise control. Bam. Dit is echt best wel stressvol. Maar kijk, die worker die skipt ten eerste dingen. Ten tweede, hij plant niks. Dus dan moet ik dat opnieuw doen. Maar dus hij plant gelukkig wel. Maar er staat wel dat het nog niet plowing en zo nodig heeft. Is dit überhaupt wel wheat wat ik nu aan het planten ben? We zijn wel gelukkig aan het planten. Daar ben ik wel even blij mee. Er is in ieder geval iets gelukt. Het is wel echt scheef as hell, though. Zo,
gooi hem even om. Zoé. Heb ik alles? Yes. Ja, fertilization. Oké, dat snap ik. We hebben nu dit. En dit kan je nu als het goed is ook bij de katten doen. Maar nu ga ik denk ik gewoon echt vanaf het begin letterlijk een worker hiren. Want hier kan ik niet tegen. Oh, ik kan het ook gewoon zo doodrijden. Ook een idee. Even kijken of hij dit goed gaat doen. Even kijken of hij goed stopt. Hij doet het. Gaat hij het normaal doen? Ik vraag het me af. Hij draait goed. Hij draait veel te ver. Oh nee. Hij rijdt de planten dood. Growing wheat. Oké, yes. Het werkt. Phew, dit hoef ik gelukkig niet zelf te doen. Ik weet niet of dit een goede keuze is, zoals ik al heb gezegd. Hé, lekker man, rij je even lekker over het veld heen. Maar ik denk dat we dus nu eventjes de sunflowers ook gaan harvesten. We gaan ook fertilizen, we gaan al dat soort dingen doen. Ik weet ook niet hoe dit allemaal moet, oké? Ik denk dat ik eventjes dit even los ga laten. En ik denk dat ik iets ga kopen bij de shop. Ik ga nog een header kopen, ik weet niet of dat slim is. Dus denk ik niet slim, maar ja. Yes. I purchased this yet. Maar ik wil zo'n trailer voor headers. Header trailers. Kijk. Ik weet niet welke breed genoeg is. Zullen we gewoon deze doen? Ik gok het er maar op. Doe hem maar even rood. Ik gok het er maar op of die goed is. Ik weet niet of we het kunnen terugsturen. We gaan even heen rijden. Oh, hij is gewoon bezig. Lekker bezig, man, bro. Lekker naar de winkel. Maar dus met de server kunnen we dus samen farmen en dat soort dingen. Mijn plan is overal letterlijk gewoon wheat groeien. Dat lijkt me voor nu het slimst. Dus ook de sunflowers harvesten gaan we verkopen. In die trailer zit ook nog canola. Die moeten we ook nog verkopen. Dus dat gaan we ook nog doen. Eerst moeten we eventjes naar de shop rijden. Dat is bijna een bord. Dat is bijna een boom. Zo mooi dit. Deze details, though. Heel vet. Zullen we even een bordje omtikken? Tik. Ik vind het zo mooi om te doen. Moet hier en daar hebben we ook nog een tankstation. Maar daar hebben we nu echt totaal niet nodig. Yes, er staan 2 items bij de winkel. Yes, niet dat we worden gescamd of zo. Dat zou echt wat zijn. We worden gescamd. Hier is ze, ja. Crap. We hebben natuurlijk iets nodig om de header op te zetten. Dit is nu letterlijk gewoon voor de sier. Nu moeten we alsnog hiermee gaan rijden. Kijk uit, hond. Doe ik hem wel in deze. We hebben eigenlijk nog een shed nodig. Zo, nu moeten we alsnog hiermee. Lukt het? Je bent een beetje de helft aan het skippen. Betaal ik nou serieus mensen hiervoor? 10 jaar later. We zijn letterlijk 20 minuten bezig met niks. Want eigenlijk wat ik ook wil kopen, eerst wil ik dus even die sunflowers gaan harvesten. Wat ik dus ook wil kopen, is dus fertilizer en weeder. En ik denk dat we moeten lenen ook voor een huis en dat soort dingen. Ik twijfel te veel aan mezelf, want ik ben bang dat ik echt, dat iedereen echt zo van zit. Oh, je doet alles verkeerd. Zo'n schattig toetertje. Voor zo'n monster. Ik vind het wel mooi. Rood met wit. Oeh. Het ging een beetje fout. Sorry. Gelukkig zijn er geen auto's. Terwijl traffic wel gewoon aanstaat. Jongen, maar waar kan je eigenlijk het beste canola verkopen? Hier, canola. Is het hoogst bij restaurant. Dat is super dichtbij. Daar kunnen we zo heen. Er staat een duidelijk tractor. No offense, maar ja, mij maakt het ook niet uit hoor. Of mensen trekken of tractor zeggen. Ik word er niet door getriggerd. Kan je niet hiervoor een worker hiren? Hallo, ik kom hier letterlijk alleen maar om dat ding erop te zetten. Ik kan het net zo goed nu ook gewoon zo meenemen. Ik kon hier net zo goed letterlijk gewoon een flipping in één keer een fertilizer mee meenemen. Dat vind ik zo dom van mezelf, hè. Ik heb 2 hele domme acties vandaag. En daar ben ik niet heel erg trots op of zo. Ja, en toen zit je vast. Nevermind. Sunflowers. Welke kant? Oh,
Oh, wat doe ik? Dit ding is zoveel te groot. Dat is verkeerd om. Hij is serieus ook gewoon verkeerd om. Ik weet niet waarom ik zo'n grote fout maak. Ik kan letterlijk gewoon en veel makkelijker hiermee meenemen. Nu moet ik 2 keer rijden terwijl ik 1 keer kon rijden. Hij ligt er wel op, raar genoeg. Hij zit er helemaal niet goed op. Maar ja, ik ben blij. Mind blown. Mind flipping blown. Ik moet nu wel 2 keer rijden, maar het werkt. Anders konden we nu gewoon al lang fertilizen. Je moet dus plauwen, maar voor mijn gevoel is het al gewoon geplauwd. Maar dat ga ik nog doen. Ik ga denk ik eerst fertilizen. Daarna plauwen. Ik weet niet wat lime is. Yes. Nou, ik moet hem zo meteen dus hier gaan oppakken. Gaat hij de sunflowers doen. Nou, die staat er. Ik weet heeft hij die motor wel even uitgezet. Hij heeft hem uitgezet, ah, Matty. Je hebt wel wat gemist. Yes. Ja, niet plowing en dat soort dingen. Maar dat hoort volgens mij. Maar nu moeten we die andere op gaan halen. Ik weet het. Ik heb slechte keuzes gemaakt. Maar jullie hoeven alleen in de comments te zeggen. Oh, waarom moet je nou weer hierheen? Dus wat ik eerst moet doen. Moet ik eerst plauwen, limen. Hé, hey, trekkers mogen hier niet. Moet draaien. Ah! Zometeen als laatste dingetjes gaan we dus hier worker for hiren. We gaan de dingen verkopen en we gaan eventjes alles schoonmaken. Hallo, sunflower gedoe ding. Oh, dit is nog het grootste probleem. Weet je wat ik ga doen? Ik ga er tegenaan beuken. Go, go, go. Damage. Geen damage. Dan moet hij juist van de andere kant tegenaan beuken. En staat dan een beetje daarvoor verkeerd. Yo, boeien. Let's go. Dit is hoe we het nu moeten gaan doen. Oh, dit is zo erg, hè? Oké, okay, let's go. Ja! Als ik er zo nog één moet kopen, hè? Nu heb ik het echt verpest. Ja. Yes! Alleen die trailer nog even aan de kant duwen. We hebben het gewoon gedaan. Hij zit daar aan vast. Maar ik kon hem niet eens pakken. Wat is dit? We moeten nu letterlijk nog een kopen. Kan je niet dingen verkopen? Ik kan nu niet die sunflowers harvesten. Ik heb letterlijk 16.000 euro naar de knoppen geholpen. Ik ga dit even verkopen. Hey, beter gaat het wel even goed. Oh, het is wel geinig, maar ja, het is niet leuk. Zo, en dan hebben we hier links. Oh, wat? Ja, met die camera. Hey, gelukkig hebben we die kap gekocht. Yo, waar is de drop of zo? Oh, hier. Hoeveel hebben we verdiend? Zo, hey, we hebben gewoon 4.000 verdiend. Nu zijn we rijk. Appauw! We zijn weer bijna op ons stukje land. Hey, om het nog wel leuk te maken, gaan we dus schoonmaken. En ik denk even een nieuwe shed plaatsen. Voor de volgende keer de fertilizer en de weeder. En de plowing machine. En de gefixte sunflower harvester ding. Word hier zo mad van, hè? We hebben tenminste wel 8.000 verdiend. We hebben de trailer terugverdiend. Gelukkig. Dan gaan we dit ding even schoonmaken. Eeuw. Dat is het enige wat ik heb te zeggen. We hebben echt maar 200 seeds geplant. Dat is nog het erge. Oh, kijk uit. Zo. Satisfying moment. Halleluja. Oh. Oeh, dit is mooi. Hé, hey, hondje. Geef even bakkie. Holy moly. Het begint al te groeien. Nee. Niets plauw, niets lime. Ik denk niet dat je nu kan plauwen. Oh, ze zijn nog aan het growen. We kunnen ze sowieso niet eens meer harvesten. Oké. Okay. Wat we nog wel eventjes gaan doen is we gaan even iets plaatsen. Dat is gewoon leuk. Decoration. Nee. Zullen we een farmhuis plaatsen? Moeten we even een loon doen? Kijk, daarom vind ik het niet slim om een flippend huis te kopen. There it is. We hebben een huis.
Oh, dit is wel chill. Oh, kom maar even terug. Come back. Hoontje. Yo, waar ben je? Oh, daar. Hier, een basketballetje. Het boeit je helemaal niks. Ah. Kijk deze mooie farm. Welkom op de farm. We hebben hier een ding op de grond liggen. Hier staat iets. Nee, maar als dat niet was gebeurd, was het gewoon perfect geweest. Nou, de sunflowers waren toch nog aan het groeien. Maar dan konden we misschien nog wel fertilizen. Ze zijn wel echt mooi, hoor. Heel vet. Hier hebben we ook een doggy. Yo, ik ga wel eventjes de basketbal terugleggen. Dat triggert mij een beetje. Ik ga hem echt op precies dezelfde plek zetten. Wat kun je hier nog meer doen? Een bord. Een trager. Dit doet me nu echt denken aan boerzoekvrouw. Fruit juice. Oh ja. Hoi. Hondje. Wil je een waterton? Hey, oh, waarom dropt hij hem nou? Hier, water. Drink eruit. In ieder geval, kijkers, laat een like achter. Als jullie wel eens wilden bij de 4000 likes, ga ik een server doen. Zeg even dat ik als eerste moet doen. Fertilizen, plauwen, lijmen, weeden. En zeg ook even hoe ik dat moet fixen. En als het niet kan, als ik niks kan verkopen, dan blijft het daar gewoon. En dan moet ik een nieuwe kopen. Wacht. Ik heb nog een idee. Ik heb serieus nog een idee. Ik ga mijn flipping haak er aan vast doen. Wat is dit voor genius idee? Of tenminste, ik ga hem vast doen aan mijn tractor. Ja, man. Natuurlijk. Ik ga even dit doen. Als hij dit hele ding ombeukt. Koop dit. Een paar keer tegen een apparaat aangebeukt. Nul krasjes. Goede kwaliteit. Hoe zit dat er nog aan? Meneer Valk, zie jullie bij de volgende video. Later!